Moest zij er om 11 uur uit zijn? Ja. Wat is het? 5 voor 11:30. Ja. Nou, dan ga ik naar werk ook zo. Nou, voor de eerste nacht langer dan 8 uur. Ik ben alweer aan het filmen. Ja, stiekem. Oh, leuk. Nou, ook voorbij het dagelijkse uitzicht pennen. Nou. Mooi hoor. Ik kan beter even een ander ruim zoeken in dit toch al zo grote huis. Dat zeggen ze in Amsterdam ook, ja? Ja, precies. Je kan wel zien dat jij met Red Light Radio veel optrekt. Zo, nou, hier was dus de trap naar beneden met de douche en nog 12 kamers of zo. Nou, zoiets. Nou, hier was dan de woonkamer. Hier zat Michiel dan zo en dan zat ik helemaal hier op deze luxe bank zo. Zover mogelijk bij Michiel vandaan. Niet om Michiel, maar gewoon om de bank. Oh ja, het uitzicht pennen. Ik kreeg een kijkersvraag binnen. Oh. Wat gaan we doen vandaag? Wat gaan jullie doen, was eigenlijk de vraag. We gaan rijden naar het tankstation. Oh ja, je zal dat maar als dagmissie hebben. Vroeger ging dat ook zo, hè? In de jachttijd had je maar één doel. Ja, of bij... met voetbal. Ja, één doel met voetbal is? Onhandig. Maar we hebben niet veel tijd, dus pas erop. Oh. Hey, ook mee. We're ready to leave, so... Ja, we'll go there. Het rode huis of het blauwe deur? Ze zijn allemaal rood. Oh, daarom hebben ze de deur een andere kleur. Ja, inderdaad. Druk ze op het knopje, hè? Nou, zet daar maar weer een deurbel onder. Was het alleen voor het loopshot dat je dit deed? Of, Ik ga maar helemaal naar het huis lopen. Zouten sticks kopen, want we hadden zouten sticks gekocht, dachten we. Waar was het? Ik denk in Letland of zo. Maar die korreltjes die erop zaten, dat bleek suiker te zijn. En dat is helemaal niet zo lekker. Dus zouten sticks, let's go. Heb je dan een weglampje op? Wat is dit? Ochtendurine van kampioenen. Dit is Zweedse clubmatig. Het is toch grappig dat je dat Zweeds veel beter kunt lezen dan dat Fins. Alleen dat Zweeds versta je nog steeds niks van. Zoals wat? Into the wild? In the wild? Ja, dat soort dingen inderdaad. Pine Passion. Swedish Summer. Ja. Nee, ik bedoel mindere sokker. En op 50% voren kaloriëren. Het is ook een heel andere taal, hè? Dat zou je bijna niet zeggen. Het is toch allemaal Scandinavisch? Het is allemaal hetzelfde. Zo, dat zijn flinke knekkenbreuds. Kijk, dit bijvoorbeeld betekent vart echt baggeri. Dat je scheidt echt bagger. Dat staat er eigenlijk. En weer een stuk wat de edit niet haalt. Wat wil je? We kunnen ook alle twee kopen en dan hebben we 3 dagen. Dan hebben we morgen niks te doen. Oh ja.
have LPG? Yeah, but it's kind of not working. But we're gonna give it a try. Ah, daar staat het ook. Motorgas. LPG motorgas. Spannend. Je hoeft helemaal niks te doen. Wil je meer vlogs? Volg het op YouTube of Facebook. Heb je al betaald? 487 euro. Oh. Oh nee, kronen. Dat scheelt weer. Nog steeds wel ietsjes duurder dan in Nederland. Of eigenlijk overal. Dat is euro per liter, ongeveer. Anyway, gaan we heen? Kopenhagen. Oh. Ja, eerst naar Malmö, we moeten nog zo'n brug over. De volgorde, dan moet jij eerst betalen en dan moet ik daarna pas... Ik vind het sowieso geen goede volgorde dat ik eerst moet betalen. Nee. Maar gelukkig, geef me een pasje. Hebben die al lang? Ja, je pas. Niet te geloven. Huh? Zo. Zo. Goed systeem. Start stop. Je moet hem ingedrukt houden. Nou, dan mag ik hem opnieuw betalen zeker. Ja. Je wel toevoegen, hè? Nou, er staat start stop button. En 0 naar 1. Daarna las ik pas. Je moet niet drukken en dan draaien ofzo. Hold the button wel. Zodat hij dan op vast blijft zitten. Ik denk dat er ooit een andere knop zat, van 0 naar 1. Maar is dat niet zo dat je hem in kan drukken en dan kan draaien? Zodat ik ga het niet proberen. Nee? Nee. Ja, mag wel, maar dan mag jij weer betalen. Moet je oppassen dat je je ex niet tegenkomt. Al die exen van jou. Ja, per ongeluk in het Zweeds laten staan. Geen idee wat eruit komt. Per ongeluk in het Zweeds laten staan. Op het station je liefde tegenkomen, dat is pas per ongeluk. Nou. Ja? Gaat ie, hè? Zo. 9 euro per liter. Zal ik even een paar van die leuke inzoom effectjes maken, zodat je die er weer uit kan knippen? Ja, heel fijn. Zo. En nog een keer. En weer een die de edit niet haalt. Moet ik dan hier tegenaan leunen, tegen die knop? Dus om niet te stoppen staat er ook net stuk. Nou. Ik ga even een stukje achteruit voor de explosie. Nou, doei. Doei. Welkom. Telsje Kölnstad te Malmö. We zijn, is het in of op Malmö? Omdat het ook op aan dijk is. In Malmö zijn we dus. En het is het beroemde Malmö Festival. Ik had er nog nooit gehoord en ik wist ook niet dat het nu zou zijn. Maar we zijn er wel speciaal voor nu hier naartoe gekomen. Ja, en er komen mensen op af zoals je ziet. Ja. Ik vind wel voor een 3 op reis zou ik wat meer met mijn handen moeten praten. Dat doen ze altijd toch zo'n stand-up. Ja, dat doe je niet lopend, Sander. We zijn nu op het beroemde plein van Malmö. Zo, staat hij erop? Was dat een uitloopje, ja? We hebben hier ook typisch Zweedse dingen, zoals de KFC Churros. Typisch Zweeds. En ijs van Ola. Oh, dat moet ik bij wijze dan, daar natuurlijk. Bij wijze van spreken dan, hè? Ja. Zit hier water in? Denk ik wel, hè? Oh zo, oké. Moment. Geen water. Nee, grapje.
zou er een toilet in dit huisje verstopt zitten? Bedoel je dat het toilet verstopt zit? Of? Was dat normaal? We gaan. Oh, daar zijn de toiletten. Oh, dat is allemaal geen drone shot, joh. Wat is dit? Wat er eerder aan vooraf ging. Zullen we hierin? Wil je dat? Nou, ik heb dus geen Zweedse kronen bij me. Nu ga ik pinnen. Als ik kan pinnen, dan gaan we erin. Ja. Nou, let's go. Als jij nu gaat lopen, dan valt het ding op. Ja. Zo, het staat helemaal vol. En hier zit dus het gezellig bij. Heel gezellig. Gaan we zo meteen zien in de vlog. Na de break. Zal ik even mijn Instagram even alvast een kleine teaser geven. DJ-naam, Sander. Mijn naam is DJ Every Weekend. Ze noemen Malmö dus ook wel eens de stad van de fietsen, want er staan hier heel veel fietsen. Zo, maar even zo. Zo. Echt veel fietsen. Zo. De kapper. Er zit er hier namelijk eentje op de hoek. Daar. Of ben je al een beetje... Het laatste wat je tegenkomt in Zweden is ook echt een IKEA. Hè? Op naar de brug. De brug. De brug. De brug, de brug. Zo, wat een brug, jongen. Zo! Kijk, zie je de kleine zeemeermin. Welkom in Kopenhagen. We staan hier in de Niehaven. En een dikke tip, als je nou op reis gaat, check even je TripAdvisor. Zoek even in Google Maps op hoe waar de locatie is. En je komt op zulke soort locaties. Het is altijd schitterend weer in Kopenhagen. Alle gebouwen zien er hartstikke mooi uit. Je komt bijna geen andere toeristen tegen. Hartstikke leuk. Doe nog, hè. Wel even fietsers, dat terwijl Malmö eigenlijk de fietsstad is. Staat in shot. Hallo, ik was een fietser aan het volgen. Welkom terug bij 3 op reis. Het is natuurlijk altijd hartstikke bescheiden, die Denen. Terwijl ze eigenlijk gewoon hartstikke veel supermarkten hier hebben ontdekt. DK bijvoorbeeld is van de DK-markt. En Denemarken is natuurlijk ook een supermarkt. Maar nu vinden we ook uit dat hier de Spa ook gewoon hier
uit Denemarken komt. Nou, wie had dat gedacht? Stoot ik tegen je aan? In Denemarken zijn ze ook heel spaarzaam met hun klinkers, zoals je hier kunt zien. Ook in woorden zie je dit terug. Heerlijk. Ja. Dikke tip. Wat was het voor een eten? Vietnamees. Oh. Jij had een heerlijke banh mi. Oh, je moet even vloggen natuurlijk. Oh ja, vloggen. En ik had gewoon even een goede pho. Oh, die mensen willen er even langs. Ja. Sorry. Je houdt er niet van vloggen. Nee. Vloggen. Wat vind je van Denemarken, Michiel? Ik vind het wel een mooi land. Oh. Ik heb er zeker een uur van gezien nu. Oh. Denemarken is dus... Duitsland tel ik dan even niet mee, maar Denemarken... Nee, is... Duitsland tel ik ook nooit mee. Ja. Nee, lang verhaal, maar heeft iets met oorlog. Oh. Goed, Duitsland... Don't mention the war. Maar Denemarken was het enige land waar ik wel geweest was. Oh. Nee, niet bij deze Vietnamese, maar wel waar we die haven waar we net waren, daar was het ook. Oh. Gaan we hoofdsteken? Oh, is het groen? Ja. Hoe lang al eigenlijk? Heel lang al. Oh. In ieder geval, bedankt voor het kijken, dames en heren. Nou, is dit het einde van de vlog? Nee, natuurlijk niet. Ik was niet in beeld. Want is dit het einde van de vlog? Oh, je was niet in beeld. Nou, ga je nog een slot doen zo? Ja, op de deur. Dan ga ik je opsluiten. Wij gaan nu nog 2 uurtjes rijden vanuit Kopenhagen. Ja, alvast. Ja, jij gaat rijden. Alvast op de route naar huis. Ik ga gewoon de Bangerboys rijden. Oh ja. Gaat die duo. Ace of Base. Ah, oh, we zijn er meer in Zweden. Broeder Scooter. Dat vooral, ja. Shout-out voor Broeder Scooter. We hebben bijna alle mixtapes gehad nu. Shout-out naar alle buschauffeurs. S.O. Arriba. Zo. S.O. dat is voor een shout-out. Ja, dat snap ik ook wel, ja. Ik leg het er maar uit. Jongen, ik ben niet dom.